Goedemiddag, vader en zoon. Pupil van de week. Pa, ja. Voor welk elftal van Nederland is hij? Hij is voor Feyenoord. Waarom? Omdat wij dat de mooiste club vinden. Dat kan, daar kan je gelijk in hebben. Ja. Heb jij bij Rijnsburg een speciale speler die... Ja, Bram Ros. Bram Ros, waarom? Ik vind hem altijd heel fel en dat vind ik goed. En dat ben jij ook? Ja, dat vind ik ook. Heb je een beetje van je vader? Want die was dat ook. Die wilde altijd winnen. Nou, daar heb ik al van hem. Ja, toch? Ja. Heb jij een idee de uitslag? 3-2. Voor Rijnsburg. En pa? Hij had eerst gezegd 2-1, ik denk 2-1. Oké. Okay. Dat wel één doelpuntje tegen. Ja, ja, toch. Heb jij een idee wie de eerste maakt? Spruit. Echt? Ja. Denken ze na? Wie maakt de eerste pa? Sorry, vandaag de eerste? Ja. Mats maakt vandaag de eerste. Ja. Ja, ja, dat is wel leuk. Hey, ik wens je giga veel plezier. Ja, dankjewel. Het gaat helemaal goed komen, hè? Ja. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij Rijnsburg Boys voor de wedstrijd in de Jets League tussen Rijnsburg Boys en Kozakken Boys. Een bijzonder woord van welkom aan onze gasten, spelers, begeleiding, bestuur en eigenwijze supporters van Kozakken Boys. En wensen u een aangenaam en sportief verblijf hier op de Middelmos. Ik heet u ook van harte welkom namens onze wedstrijdsponsor van vandaag, Morgo Folietechniek. Morgo Folietechniek is marktleider in bouwfolie. Met just-in-time leveringen, een uitgebreide kwaliteitsbewaking in het eigen laboratorium, zetten wij sterk in op kennis en kwaliteit en de ontwikkeling van innovatieve totaaloplossingen voor complexe bouwsituaties. En wij draaien. Meer informatie vindt u op www.morgofolietechniek.com. En daar komen de uien.
goal stond op 0 tegen 1. Doelpunt maken de nummer 25, Lars Rutten. Oh!
Dit is het team van Rijnsburgse Boys. Is dus de nummer 9, Dani van der Meek. Hij van de Kloof van Hemmer Klaas in nummer 22. Delano Asante. Tweede is in het team van Rijnsburgse Boys. Nummer 18, Brandje Bruin van Laten Kloof van Hemmer in de plaats van nummer 7. Max Hugel. Ja, absoluut, maar ik bedoel...